Dit is de eclipse van Isabella. Als je deze opbouwt, moet je wat voorbereidingen treffen. Zo moet je bijvoorbeeld de F-link alvast op het hoekstuk maken. En zorg dat hij op de juiste stand staat, dus niet recht naar beneden, maar een beetje schuin. Dat wijst zichzelf eigenlijk. Vervolgens maak je het bandje daaraan vast. En hetzelfde natuurlijk aan de andere kant. Het is ook erg handig om van tevoren alle stokken op de grond neer te leggen. Dan weet je precies waar ze komen, hoef je niet te zoeken. Nu maak je het bandje aan de andere kant vast. Er zit een klein beetje spanning erop, niet te veel, want je moet het nog helemaal opbouwen. Ook aan die kant zit een F-link. In het midden van de tent zit ook een F-link. En daar gebruik ik de eerste daklichter voor. Die daklichter gaat door het oog van de luifel. En vervolgens haak je hem in de F-link. Doordat je dit nu doet, creëer je als het ware een aftakje. De luifel die wordt dus door middel van een tectum in het hoekstuk geklikt. Dus geen schroeven of andere moeilijke verbindingen. Klik en vast. Nu een klein beetje uitspannen, zodat er vast een beetje spanning op het geheel zit. En zo heb je al eigenlijk een aftakje. Nu ga je werken, van rechts naar links. Ook daar kun je de tectum weer inklikken. Klik en hij zit vast. Vervolgens werk je zo naar de hoek toe. Ook daar is weer een staande met een verbinding waar de tectum in past. Klik en vast. Nu kun je aan die kant ook de daklichter plaatsen. Die haak je weer in de F-link. Je brengt hem naar voren toe. En je klikt hem ook in het hoekstuk. Ook hier zet je alvast een beetje spanning op. Het front nu iets uitspannen. En hetzelfde doe je nu aan de andere kant. Klikt hem in het midden vast. Gaat naar de hoekstaande toe. Dan plaats je een daarvoor gemaakte oog. Je klikt hem in de hoek. En dan begint hij echt op een luifel te lijken. Ook daar haak je hem weer in de F-link. De daklichter gaat naar voren toe. En klik, vast. Beetje spanning erop. De luifel staat nu al heel behoorlijk. Op de plek waar de dakliggers zitten en waar de frontliggers zitten, zie je ook klittenband. Dat klittenband gaat straks om de stokken heen voor meer stabiliteit. Deze verschillende plekken kun je dus vastmaken. Hetzelfde doe ik aan de zijkant. Dan maak ik de klittenband ook vast. Zo'n voorste luif moet altijd goed strak opgesteld staan. Want het afschot is natuurlijk een stukje minder omdat hij aan de voorkant van de tent staat. En eigenlijk van hoog naar laag wat minder hoogteverschil heeft. Dus de afspannen erg belangrijk. Klittenband goed monteren. Het is eigenlijk een heel eenvoudige constructie. En zoals je ziet kun je het gewoon bijna in je eentje doen. Met z'n tweeën gaat het natuurlijk wel makkelijker.
Nu je overal het klittenband geplaatst hebt, gaan we door naar de volgende stap. Hij moet nog strak komen te staan. De bandjes kun je nu strak aantrekken en je ziet gelijk dat er meer spanning op komt. Natuurlijk aan de andere kant. Ik maak nog even een verbinding. Aan de Eclipse zit een extra pees. Die extra pees is best wel handig, want deze Eclipse kun je ook gebruiken als een luifel rechtstreeks aan de caravan. Dus als je de tent al hebt afgebroken, je hebt toch nog een afdakje nodig, dan kun je deze luifel rechtstreeks aan de caravan vastmaken.